zijn wij de Fasting Sisters. De hele maand staat in het teken van de Ramadan. Time to give, time to share, time to show. Net gespeeld. Je hebt net gespeeld. Wat een show was het ding. Ja, vond je mooi? Ja, maar ga je eerst even introduceren, dan ga ik zo terug naar jouw show. Okay. Hij was geweldig. En als je niet geen introductie nodig vond. Nee, eigenlijk niet, maar welkom. Opnieuw. Amateur, jongen. Amateur. Zet ons ik laat hem onder. Ik maak jullie zenuwachtig, hè? Nee. We zijn hiernaast een acteur. Ja, we worden echt helemaal nou. Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de Fasting Sisters. En vandaag hebben wij, ja, we werden gewoon net, hè, zoals je zag, zenuwachtig van. Wij zitten hiernaast, Nasreddin Can. Welkom, Marhaba Nasreddin. Welkom in onze mooie helm en in ons mooie speelhuis. Prachtig speelhuis. Ja, prachtig, hè? Het is echt heel mooi. Ja, allereerst... Zijn die doorspelen opruimen? Dory! Ik heb net gespeeld, dames en heren. Het decor komt nu net langs. Hoort er ook bij, joh. Wat een slimme decor. Heb je daar zo over nagedacht? Ja, daar heb ik met decorontwerpen over nagedacht. Ja, echt supergoed. Vet, hè? Ja, ik heb een hele brandende vraag. Daar ga ik eigenlijk als allereerste mee aftrappen. Mm. Waar heb je zo leren dansen? Oh! Echt? Goed? Van jouw dansskills. Oh, van het Arabisch naar... Ik weet niet wat je aan het doen was, man. Ik zei het niet, hè. Ik ga straks zeggen waar zij is. Een dansskills vandaan heeft. Het zit in de genen gewoon. Ik zeg je eerlijk. Yeah. Ik heb aardig wat dirhams verdiend met dansen. Toen ik klein was, op bruiloften en zo, feestjes. Je weet toch, als een kind gaat dansen. Ja, dan doe je een beetje voor ons voor. Maar wat is dat nou met Marokkaanse mannen en dit zo? En die? Oeh, dat weet ik niet. Ja, maar jullie doen het toch? Jongens, altijd. Schumma! Nee, we hebben echt oprecht genoten dat we je show gaan niet veel prijs geven. Vandaag denk ik dat we echt wel naar je show moeten kijken. Ja, graag kunnen kijken. Ja, absoluut. Ik moet echt zeggen, wil ik ook wel heel eerlijk zeggen, ik heb echt even een traantje moeten laten. En ik moet ook wel erbij zetten dat niet zo gauw, hè? Dat ook niet. Maar is dat dan een goed teken? Ja, absoluut. Op een gegeven moment liet jij ontstaan en toen ging je echt iets vertellen wat echt wel... Binnenkwam, hè? Het kwam echt binnen, want het kwam bij jou ook echt wel recht op jouw hart. Ja, ik ga niet te veel zeggen, maar jongens, ga kijken. Ja, ga kijken. Ja. Echt, ja. Graag. Prachtig. We hebben hier net zojuist zijn voorstelling gezien. En wij gaan met Nasreddin natuurlijk over een BL, over de Ramadan praten. En eigenlijk, de eerste vraag die ik eigenlijk aan jou heb, Nasreddin, hoe doe je dat dadelijk met de Ramadan? Het is toch echt wel, het vergt echt wel zo'n show. Ja. En dat ga je gewoon in de Ramadan, ga jij gewoon door. Ja. Ja, dat is een goede vraag. Hoe ga je dat doen? Vorig jaar heb je volgens mij ook gespeeld tijdens de Ramadan, of niet? Nee, vorig jaar niet. Nee? Vorig jaar moest ik filmen tijdens de Ramadan. Okay. Maar het jaar daarvoor heb ik wel gespeeld in de Ramadan. En dat, dat was een ander soort voorstelling. Dat ging me toch wel makkelijker af, denk ik, als deze. Alhoewel, weet je wat het is? Ja. Wat ik toen ervaarde. Ik zeg je eerlijk, in de Ramadan, die laatste uren, ik ga gewoon slecht. Ja. Ik vind die zo moeilijk, vooral nu de dagen zo lang zijn. Ja. Ja. Dus vanaf 7 uur denk ik alleen maar, oké. Ja, even doorbijten. Ja. Met spelen sta je gewoon op toneel en dan kom je in een soort adrenaline terecht. Dus toen ik met mijn vorige voorstelling speelde, was het op en het was tijd om te eten. Want ik ging buigen, ik kreeg een applaus en ik ging af. Ja. Hij heeft zoveel meegenomen, jongens. Ze zijn het decor aan het plaatsen, maar dus het moment dat ik applaus kreeg en afging, kon ik gelijk, had ik gelijk een iftar, zeg maar. Dus, best wel handig met spelen. Okay. Deze voorstelling, je hebt hem gezien, deze is intensief, deze is pittig. Yeah. Ik moet echt, elke avond moet ik even wat drinken, na zo'n scène. Yeah. En dat kan dan niet. Nee, want je speelt, dat is heel wel 7:15. Dan ben je, hoe laat is het nu? We zitten nu tegen 10 aan. Ja. Ja, het is ook net voor de iftar in principe, hè. Dus En we beginnen best wel vroeg, hoor. We beginnen om 8:30, hè. Ja. Dus het loopt op dit keer, op dit jaar. Er zullen heel wat dagen zijn waarbij ik nog aan het spelen ben, terwijl ik mag eten. Oké. Ja. Want hoe ziet eigenlijk, zeg maar, normaal gesproken een Ramadan-dag voor jou eruit? Hoe mijn Ramadan-dag begint. Ja. Nou, die begint zoals bij heel veel, waarschijnlijk om 3:00 s'nachts. Ongeveer toch? 3:00 s'nachts. Blijf jij wakker of sta je... Ligt er een beetje aan. Als ik met spelen blijf ik sowieso wakker, weet ik zeker. Want ik ben tot 2:00 s'nachts altijd nog aan het doorstuiteren van de adrenaline. Dus dan
pak ik dat ene uurtje nog op mee. Maar met twee jonge kindjes die vaak om half zeven naast je bed staan. Is dat best wel lastig. Hoe zijn ze nu? Ze worden bijna 5 en 3. Mijn dochter wordt bijna 5 en mijn zoontje bijna 3. Ja. Mooi ook. Ja. Dat gaat zo snel. Dat gaat, hè? Ja, niet normaal. En mijn dochter is echt al wel bewust daarvan, weet je wel. Dus die weet van, oké, het allemaal komt eraan. Moet hem niet lastig van. Maar niet boos maken. Niet boos maken. Nee, dus ja, goed, 3 uur. En ik had veel simpeler school. Een paar boterhammen en een kwarkje en een theetje. En dan ga ik slapen. Okay. Ja, en dan begint de dag. Sport je ook nog in de Ramadan of niet? Nee. Dit is eigenlijk al sporten. En dit is voor mij, ik moet zeggen dat ik even sowieso, ik sportte heel veel, maar sinds ik aan het toeren ben. Want jij bent gemene deler, denk ik, het hardlopen. Hardlopen heb ik heel veel gedaan. Maar laatste tijd vooral kracht. Ja. Heel veel kracht, maar dat ben ik sinds ik aan het toeren ben ik er niet aan toegekomen. Ja, maar ik moet zeggen, dit is echt heel interessant. Als ik zo'n show zie, dan denk ik ook van, nou, dan heb je ook nog wel even conditie. Jawel. Want hij danst wat af, jongen. Dat is echt topsport. Ja, en dan, weet je, ik ga heel veel spelen in de Ramadan dit jaar. Ja. Dus ik heb mijn iftar in het theater. Ja. En dan gelukkig zijn er, ik vind het zo gaaf, alhamdulillah, zijn er gewoon theaters die iftars aan het organiseren zijn. Goed, hè? Super. Dus in de Meervaart, mooi. In Den Haag, Zoetermeer, Breda en volgens mij Arnhem ook. Wauw, mooi. Helmond ook heel toevallig. Helmond, jullie hebben jullie eigen iftar. Waar ik verdorie niet bij kan zijn. Ja, daar balen we wel. We gaan er wel even dit jaar voor volgend jaar op tijd over na. We gaan even een mooie invulling kunnen gaan geven. Ja, vind ik leuk. Ik denk dat het een gemiste kans is geweest, maar wellicht voor volgend jaar. Het was een hele toffe combi. Ja, zeker. Maar dat komt helemaal goed. Dat komt echt helemaal goed. Hey, als wij denken aan de Ramadan, maar vroeger aan hoe dat bij ons een beetje thuis ging. Dus mijn vader zat best wel meeling. En de helft op de deur. Ja, kerstenee, weet je wel. Dat is wel rustig. Ja, nog maar 10 minuten. Boom maken, nog maar 10 minuten. Dan heb je wakker, ik heb nog 2 uur de tijd. Wat denk jij aan vroeger? Hoe heb jij Ramadan vroeger beleefd? Wat is jouw een mooie herinnering of zo daaraan, weet je wel? Ja, je begint over je vader. Ja. Nou, mijn vader die was altijd super melig met school. Ja, maar hebben ze dat ook? Dus wij zaten zo. Ik wilde altijd met mijn ogen dicht een boterham eten. Zodat ik hopelijk zo snel in slaap kon. Ja, maar dat ging moeilijk met mijn vader. Want die maakte altijd, had hij wel weer een soort anekdote. En dan lagen wij helemaal in de deuk. Ja, ja. En als je zo vroeg in de ochtend zo moet lachen. Nou, dan ben je gelijk ook wakker. Ja. Maar verder. Het is mijn Walidin. Het is gewoon de moeder met al te koken. Al het lekkers. Dat is net wat eerder opstonden. Elke avond weer. Elke nacht. Elke avond. Dat kunnen wij nooit teruggeven of nooit op die manier terugdoen zoals zij dat vroeger voor ons hebben gedaan. Ja. Best wel bijzonder hoe sterk onze ouders zijn geweest. Of nog steeds zijn. Ja. En met het weinige wat ze hadden. Ja. Dat is iets waar ik nu heel erg bewust van ben. Dat ik de hele tijd denk, wow. Ja, mashallah, dat ze gewoon met zo weinig middelen 4 kinderen hebben opgevoed. Waarbij ik nu pas denk, wauw, wat hebben ze die goed gedaan? Ja. Ja, terwijl ik geen enkele keer heb gedacht, oh, we zijn arm of zo. Ja, we hebben door andere mensen. Ja. Weet je wel, door de kinderen om me heen was ik daar wel eens van bewust. Ja. Van de dingen die zij dan hadden en wat ik dan niet had, dacht ik van oké, dat komt dan daardoor. Ja. Maar ze hebben bij ons gelukkig met heel veel liefde. We hebben er 11. 11? Dat maar eens na. Wauw. Ja, dat zeggen we dan ook wel eens. Dat is echt zo. Ze komen uit 11. Ja, echt uit 11. En als ik dan ook wel eens kijk van. Ja, inderdaad. Dus wij kwamen niks tekort. Kijk, natuurlijk bepaalde dingen waar wij dan wel eens tegenaan liepen. Net als op sport bijvoorbeeld. We konden niet op een sport, want daar gewoon de middelen niet voor waren. Mijn vader was gewoon een hardwerkende man. Ja. En mijn moeder was ook een hardwerkende vrouw, maar thuis. En mijn vader was dat buitenshuis. Ja. Maar we hadden altijd genoeg, weet je wel. En dan want nu achteraf, stel, mensen mochten buiten niet zweten. Ja, snap je? Daar heb je niet over. Ik heb zelf nog 3 kinderen. En dan denk ik af en toe ook van, hoe hebben mijn ouders dat helemaal gedaan? En dit is af en toe nog wel eens van, dat ik denk, 3 is soms, weet je, van,
Hoe dan? Ja, dat kan echt alleen maar nog meer respect hebben als je dan zelf ouder bent. Ja. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een tennisracket kreeg van een van mijn beste vrienden. Yeah. Want die zaten op tennis en ik vond tennis heel leuk, maar tennisracket kon ik niet betalen. Nee. Dus kreeg ik een tennisracket en mijn ouders gingen naar Marokko en die kwamen terug met een Nike t-shirt. Oh, dat hoort erbij dan. Ja, echt een Nike tennis t-shirt. En ik was blij, ik was echt super blij. Ik was 28 of zo. Helemaal niet. Oh, ik dacht, nee, helemaal. Nee, ik was 12. Ik was 12, zo ongeveer 12, 13. Yeah. En, maar toen keek ik in mijn shirtje en er zat een Nike shirt. Adidas. Nee, niet Adidas, maar gewoon Abibas. Dat zijn voor die dingen die je nooit gaat vergeten. Ja. Maar zo. Maar het laat wel zien, zo goed bedoeld. Ja, ja, Marokko echt een best wel Nike shirtje in Nederland. Ja, dus weet ik hoeveel. Niet. Nee, dus lijst met een Walidin. En Twakala ala Walidin Diolikum. Echt 11 kinderen. Wauw. Echt petje af voor zo'n zin. Diepe buiging. Zeker een hele diepe buiging. Nasreddin. Ramadan, ik zie jou nou thee drinken. Had ik niet echt zelfs gezegd, echt koffie, maar je bent geen... Nee, ik drink koffie, dus geen koffie. Je lust geen koffie, wat is goed? Koffie, heel erg verkeerd. Met een kleine... Druppel. Okay. Niet eens dus. Nee. Echt, nog niet eens zoveel koffie. Echt? Dus ik wil echt de helft van dit, en dan met heel veel melk. Dan heb je melk, dan kan ik. Ja, maar dat is geen koffie drinken. Dat is geen koffie drinken. Als echt een koffie drinken, dat is gewoon nep. Wat bij mij is eigenlijk wat ik van iedereen dan te horen krijg, zeg maar, van in ieder geval de gasten, de moslimgasten, die zeggen dan meteen koffie. Want wat kun jij dus in de Ramadan eigenlijk helemaal niet missen? Harira. Je moet echt elke dag harira hebben? Ik moet harira, ja. Gewoon de echte harira, dus dat kan geen ander soepje tussendoor? Nou, dat is lastig. Maar in ieder geval, mijn soep, wat ik dus echt lekker vind, is soep. In combinatie met... Shbekia? Ja. Gewoon tegelijk. Gewoon meteen. Ja. Een shbekia. En een lepel harira. Soep. Nou, dat is heel gek. Nee, dat is niet gek. Nee, ik vind het niet gek. Dat doen we ons thuis als ook wel normaal. We eten shbekia met de harira. Ja, echt? Ja. Volgens mij is het sowieso niet raar om te mixen in dat omdat. Volgens mij doet iedereen. Alles door. Maar jij vindt het goed. Misschien is dat wel raar in bepaalde delen van Marokko. Want je komt uit Woezda, hè? Ja. Dat is onze buren. Dus misschien zijn daar een beetje de gewoontes redelijk hetzelfde. Dat zou niet hetzelfde zijn. Want wij hebben, als ik kijk bij ons, dat is nog steeds bij mijn dat is gewoon spekje bij de herinnering. En iedereen is spekje aan het eten. En inderdaad. Ja. Voor mij is dat niet vreemd, maar misschien is dat voor de kijkers. Ik ben heel erg benieuwd of dat bij jullie wel of niet vreemd is. Heel veel reactie achterlaten. Heel veel mensen doen altijd puur boter in hun harira. Doe je dat ook? Nee, precies dat. Oef. Heel heftig. Maar ik vind wel, ik moet altijd eerst de harira met shbekia, drie dadels, altijd. En daarna heb ik het liefst gewoon etzen met god. Ja. Maar nog op is gewoon het liefst gewoon heel veel boter. Ja. De panbrood, zeg maar. De shift. Die. Oh, ja, maar goed, dat gaat hem niet worden. Ja. Dus ik heb altijd gewoon een baguette. Okay. Die ik in de oven doe. Ja. Moet het warm zijn, zodat de boter op smelt. Oh ja. Oh, ja. Echt op die manier met ette. Oh, ik krijg helemaal trek van jou. Ja. Oh ja, joh. En dan daar pas ga ik echt eten. Gewoon echt eten. Oh, nou, dit allemaal kan je nog eten. Nou, maar dat is helemaal niet zoveel. Dit is gewoon een rasje bekken en een broodje en een broodje. Ja, en ja, maar een meter. Ik denk deze papa, dit heet niet. Dat is een middag. Maar als ik thuis ben, dan maak ik ook standaard mijn fruitshake. Oké. Dan gaat vitamintjes en nooit vitamintjes binnen. Oké. Dus ik heb altijd een tafel vol met van alles. Ja. En dan heb ik vaak ook al gekookt. Oké. Jij kookt zelf. Of mijn vrouw kookt, maar er is in ieder geval al een maaltijd voor. Ja, dat is inderdaad een voorwaardige avondmaaltijd. Ja. Dat kan je een beetje harira maken, of niet? Nee. Niet zoals van je moeder. Nee. Dat kan niemand, zoals van je moeder. Nee. Ik zeg waarschijnlijk, iedereen zegt dat de moeder, harira van de moeder is het lekkerste. Het allerlekkerste. Nasreddin, ik heb jou vijf, het zijn geen stellingen, maar ik zeg twee woorden, mag jij zonder na te denken gewoon meteen... Ja, op de ene vraag heb je een antwoord gegeven eigenlijk, hè? Maar we gaan hem toch stellen. Ja, niet nadenken, meerdere zie ik nou. Oh. Ja? Ja? Gewoon doen. Herera of geen herera? Zeker herera. Hoe is dat Rotterdam?
Niet nadenken! Rotterdam. Koffie of thee? Thee. Oemie of ja? Oeh. Deze is wel echt een... Om te spelen dan, hè? En misschien niet in... Ja. Om te spelen, dus echt ja, een theaterstuk. Ja, dan zeg ik ja. 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 Theater of tv? Theater. Oké. Dat waren ze. Huh? Ja, ja. Hoe is dat Rotterdam? Is dat Rotterdam? Maar ik feel you, ik begrijp wel hoe... Oké. Okay. Het is eigenlijk al... Ja. Ach, dat het is niet het ander, ja. Maar ja, inderdaad. Ja. Maar zou jij in Marokko kunnen leven? Nee. Nee. Nou, dan ga je al. Ja. De mentaliteit is zo anders. Ja, ja, ik ja. Ook want niet. Eigenlijk zijn we daar anders, we zijn hier anders. We zijn eigenlijk nergens welkom, hè? Dat is wel lastig. Oh, ja. Daarom vind ik echt dat ze naar jouw voorstel moet geven om die verbinding met elkaar te krijgen. Ah, mooi. Ja. Ja. Dat is wel een mooi bruggetje naar mijn voorstel. Ja, absoluut. Wanneer gaat het uitgezonden? Wanneer ga je dit online brengen? Ik ga maar toch wel als ik nog speel ook. Ja, 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 daarom, ja. Kijk. Ja. 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 Daarom ben ik net op. Ik denk dat ik een van de eerste gasten dat jij als eerste ach, tof. Online doet. Ja, dat zou ik wel. Want je speelt nog in Brabant, speel je nog op, weet ik zo toevallig, denk ik, in Eindhoven. Ja. En daarna? Ik speel nog in Breda, dat is het volgens mij de dag ervoor of zo. Oh, okay. In die week, ook ja. Eind mei. Allemaal in mei nog, in de Ramadan. Ik nog, waar speel ik nog meer dan? Ja, weet ik niet. Ik heb mijn spel niet uit mijn hoofd. Kijk, maar in ieder geval nog heel veel. Oké, okay, ja. Super. Ik kan hem ook even linken, joh. En als jij het in het begin doet van de Ramadan, ja, jullie hebben natuurlijk ook mensen die kijken die absoluut. Niet in Brabant wonen. Ja, ja, ja. Dus ik heb iftar in de Meervaart in Amsterdam, in Den Haag. Ja, overal, dat is voor ieder wat wil. Dus heb je in het geen reden om ze niet geen te gaan. Om niet te gaan. Nee, precies. Ja. In het kader van verbinden, want jij doet dat heel mooi met jouw show en nu met de Ramadan achteraf ook met de iftar. Wij doen dat ook hier in het speelhuis. Een boodschap voor nu in de Ramadan voor alle vastende en niet-vastende. Wat zal voor jou nu heel kort samengevat de boodschap zijn? Heel want kort je zegt ja tegen jouw publiek, maar voor mensen die nog niet naar jouw show zijn geweest, maar die nu aan het kijken zijn. Ja, dan denk ik dat het... Ja, in de trant van verbinden, we moeten ja tegen elkaar zeggen. Ja, we zouden meer ja. Ik vind persoonlijk dat we heel erg in een nee-tijd leven. Mm-hmm. Ja. Waarbij een steeds grotere groep gewoon steeds meer nee zegt tegen verandering, tegen klimaat, tegen vluchtelingen, alles. Tegen alles. Ja. Tegen alles ja. En daarom ook eigenlijk heet mijn voorstelling ja, omdat ik ook gewoon... Ik vind dat we meer ja tegen elkaar moeten zeggen. En ja is optimistisch. Ja betekent dat we openstaan voor elkaar. Ja betekent laten we met elkaar praten. En feit is gewoon, en dat heb ik gemerkt met allemaal andere voorstellingen. Ja. Dat heel veel mensen niet bewust zijn van een bepaald soort verhaal. Ja. Toen ik Dad speelde, toen ik Oemie speelde, kreeg ik heel vaak de reactie. Jeetje, ik heb nooit stilgestaan bij dit verhaal. Nee. En dat betekent... Dat dit verhaal verteld moet worden. Ja. Dus praat met elkaar, luister naar elkaar en, kom in elkaar en eet met elkaar. Ja. In de Ramadan. In de Ramadan, ja, inderdaad. Ja. Zoek elkaar op. Tijdens jouw show zei je op een gegeven moment ook dat je inderdaad van negativiteit is heel aanstekelijk, maar positiviteit natuurlijk ook. En daar gaan wij voor. Ga voor het positieve. Ja, en daar pleiten wij ook altijd voor. Ja. Van kom op jongens, denk aan het positieve. Er gebeuren zoveel ook mooie dingen. Hè? Heel veel. En blijf niet hangen in het negatieve en alleen maar wat niet goed is. En, dat vond ik wel echt wel ook een hele mooie boodschap. En ik heb meerdere boodschappen hebben wij binnengekregen. Mooi. Ga kijken. Zoek zijn show op, jongens. Je krijgt er geen spijt van. Dankjewel. En volgend jaar gaan we samen iets doen. Let's go. Let's go. Dit is al iets, hè? Dit is geweldig. Ja, absoluut. Maar we gaan hem stoppen. Goed. Nasser, dit mogen we jou enorm bedanken. Jullie bedanken. Ja, Shukran. Bedankt voor jullie komst. Bedankt voor het gesprek. Bedankt dat jullie zijn komen kijken voor dit gesprek. En ik wens jullie heel veel succes met Fasting Sisters. Fasting Sisters, dankjewel. En jij ook. Fasting Sisters. En jij ook, zet hem op, hè. Voor de rest. We hebben nog iets voor je. Oh. Gaan we het nu geven? Oké, doe het buiten de camera. Doei. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei, doei.